Goedemorgen, ik hoor. Goeiedag. Oh, wat is het? Dag Herman, goed hoor. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, goed woord. Ja, dat was, dat was. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sorry. Goed, Wim, het is 2 over 11. We wachten Dan op het. zullen we We beginnen. wachten altijd op 2 over 11. Nou, dat is het, zie ik. Nou, goed, Nu dan komt beginnen die we. Bedankt alvast. Paul, misschien verras ik jou daarmee. Ja. En misschien alle deelnemers ook. Maar ik heb in mijn gedachten om over met in zeer korte tijd, misschien binnen een paar weken, om met een nieuwe reeks. Meetings, een nieuwe reeks sessies te beginnen Ja. met als onderwerp diepere gronden van de diepere achtergronden van de tekst van de Torah. Nou, is weer. Maar Oké. als jij daar goedkeuring voor geeft Ja, en ik als geef voor alles goedkeur, maar ik stel voor om dat na de vakantie te doen dan in ja, september. Je hebt nog een paar weken, dus dat is het. onderwerp is onderwerp, maar dan zou ik het gewoon met het nieuwe seizoen, het Ja. nieuwe onderwerp beginnen, als jij daarmee eens bent. Nou, dat lijkt me een zeer verstandige benadering. En Goed. ik doe het alleen wanneer de reacties daarop ook positief of althans niet negatief zijn. Ja. Ja. Helemaal goed. Goed, Nou. dan. En we kunnen altijd natuurlijk wel eens een actueel onderwerp of iets anders ertussen doen. En als Ja. je me kent, dan is dat onvermijdelijk natuurlijk. Daarom. Goed, dan van harte welkom jullie echt allemaal. Ik ben erg blij jullie te zien. Er zijn een paar afzeggingen, dat weet Paul, dat weet ik. En dat is ook onvermijdelijk. Ik wil eigenlijk beginnen nog met een eind te breien aan vorige week over David en Bathsheba. Misschien verval ik een beetje in sommige details in herhaling. En ik heb jullie vorige keer wel verteld van dat meisje uit Antwerpen, wat het huis in is ontvlucht, geloof ik. Weten jullie nog? Ja. 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 Nou, en wat dat te maken heeft met een enorme les van David en Rachel, zullen we zo zien. Wat de vraag die we eigenlijk nog niet helemaal 100% hebben beantwoord is: hoe kunnen wij een koning, in dit geval koning David, zo vereren en zo zien als grootste koning aller tijden voor ons, die zoiets heeft gedaan, namelijk
zo laag bij de grond eigenlijk, zich heeft laten leiden door een verliefdheid, een bepaalde hartstocht en daarbij een man de dood in heeft gestuurd om met zijn vrouw te kunnen trouwen. Nou, de vraag is dus niet zozeer alleen op David, want we weten, mensen kunnen door en door slecht zijn. En David, koning David, heeft gewoon dingen, iets gedaan wat door en door slecht was. En dat kan, dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Ja, de halacha heeft hij niet overtreden met die get, want zijn vrouw was, die Bathsheba was al gescheiden, omdat alle mannen dat deden, die in dienst gingen om te voorkomen dat een vrouw nooit kan hertrouwen als ze vermist worden. Dus hij had geen enkele halacha, maar toen hebben we het ook gehad over het feit dat je mag, als je een mitzwa doet, en als je aan de halacha houdt, maar ten koste van een ander, dan is dat iets wat eigenlijk nog erg is, dan kan je de mitzwa beter niet doen. Zo erg. Want je maakt het ook inderdaad, dat heet de Chilul Hashem, hè? Dan maak je inderdaad, breng je een hele slechte naam op de halacha, als andere mensen er last van hebben, als jij leeft naar de wil van de Kodesh Baruch Hu. En daarom, eigenlijk is dat ook de achtergrond, een van de belangrijkste achtergronden, dat Askenazische, Jekkische Joden van oudsher, daar kon je aan de buitenkant in het dagelijkse maatschappelijke verkeer en leven bijna niet zien of helemaal niet zien dat ze Joods waren. En waarom? Ze droegen in hun werk geen keppel. Er is net een boek verschenen. Twee weken geleden was de boekpresentatie van een boek over de Rotterdamse huisarts en hoofd van de Agudat Israël in Nederland, dokter Hausdorff. En hij was dus een hele tragedische, hele vrome Jood en een hele vrome arts. Hij was trouwens ook onze huisarts, niet de hele, verdient alleen maar een aantal jaren. En dat boek staat ook vol met foto's. En het interessante te weten is dat dokter Hausdorff tijdens de uitoefening van zijn beroep nooit een keppel droeg. Zoals de normaal, niet de malen, wat is normaal, maar was gebruikelijk in Nederland en in Duitsland, maar ook in bepaalde andere westerse landen, dat de Askenazische Joden, en die waren zeer precies met mitzvot, met het houden aan de Torah, maar als ze hun werk deden, hadden ze geen keppel op. Ik heb zelf... Wat? Ik zeg, dokter Bio deed het ook niet op zijn... Nee, die deed het ook niet. En in Londen had je dokter Adler. En hij was een beroemde arts waar alle rebbes ook naartoe gingen. En hij gaf dat van jongens hier elke avond, zat hij bij het midras en gaf hij les in een bladzijde Gemara. Maar dat was een grote Talmid Chacham. Maar hij had nooit een keppel op tijdens zijn werk. Ik heb zelf 14,5 jaar lang in niet-Joodse scholen lesgegeven. In geschiedenis en maatschappijleer. En ik heb zeer actief geweest. Gewerkt voor de jeugdreclassering in Dordrecht. Niet-Joodse jeugdreclassering. Ik heb tijdens mijn werk nooit een keppel gehad. Nooit gedragen. Altijd in mijn boek zat. Op het moment dat ik ging lunchen. Dat ik ging eten. Dan deed ik mijn keppel op. Zei ik de brakpa. Maar daarna deed ik hem weer af. Maar wat is de achtergrond daarvan? De achtergrond daarvan is dat iedereen in zijn werk. Maar doet wel eens dingen. Misschien die niet helemaal juist zijn, of waardoor mensen boos kunnen worden, of mensen er tegenin gaan. En zeker als je leraar bent, maar ook als je dokter bent en alles. Maar buiten dat, je staat daar en je zit daar, je doet je werk niet als Jood. Je doet je werk daar als beroepsuitoefenaar. Je oefent je beroep uit. En daarom hoeft men niet te zien dat je Joods bent. Want als je dan dingen verkeerd doet, dan ben jij dus als Jood die dat verkeerd doet. Dus om antisemitisme te voorkomen. In dat verband, ik heb het zelden of nooit over politiek. En ik weet, het is misschien zal niet iedereen het met me eens zijn. Maar die hele affaire rond Gidi Markus over. Hè, die bijna minister is geworden. En die een bekende persoon is. Ook in de Joodse, orthodox-Joodse gemeenschap hier in Amsterdam. Hij zit in verschillende besturen en dergelijke. Niemand volgens mij heeft hem iets misgund. En iedereen gunde hem een ministerschap. Maar iedereen was wel opgelucht dat hij geen minister is geworden van asielzaken. En waarom? Een Jood die daar verantwoordelijk wordt gehouden voor het eruitzetten van talloze moslims.
Dat kan tot verschrikkelijke weerslag leiden en antisemitisme en reacties naar de Joodse gemeenschap toe. Als hij een ander ministerschap had gehad, had iedereen het gekund. Maar ook dit, wij leven in een kaloot, we leven in ballingschap, we leven buiten Israël in een niet-Joodse wereld, waarbij als men weet dat je Jood is, hou je ver van dingen die antisemitisme kunnen opwekken. Daarom ook beter geen keppelen. Als je gewoon je werk doet. Dat is de Askenazische, de Jekkische mentaliteit. En dat is een voorbeeld dus van dat als je aan de halakha houdt. Er was in Amsterdam Rapadwa, jarenlang. Een Belse goosiet. Hij was een volgeling van de Belse rebbe. Een grote talmid chacham. Hij is nu opperrabijn van de Shomrei Hadassah Kehillah in Antwerpen. Hij is dus een van de twee opperrabijnen in Antwerpen. Hij heeft een hele gezaghebbende rabbijn, wordt hij beschouwd, heel vaak geraadpleegd. Eddie Maarsen over de Sodom, die het kasgoed van het NIK tientallen jaren het hoofd was, die is door hem ook opgevolgd. Hoewel hij in Antwerpen woont, is hij nu een hoofdverantwoordelijke voor de kasgoedlijst van het NIK en de nieuwe. Dan weet je ook gelijk bij wie het er moet zijn. Maar deze, hij heeft een boek geschreven over zijn grootvader. Zijn grootvader was de opperrabbijn van Frankfurt, maar die was ook directeur van de Joodse, van een middelgrote scholengemeenschap, een middelbare school, in Frankfurt, een Joodse middelbare school. Maar er werkten heel veel niet-Joodse personeelsleden. En in het boek staan foto's van zijn grootvader. Als opperrabijn had hij zo'n, ja, een soort theemuts op, noem ik het dan maar, iets, of een red, keppel, maar als directeur van de school, bloot hoofd. Op het moment dat hij de school binnenstapt als directeur, zoals hij bloot hoofd, want hij zei altijd, ik ben hier ook voor de niet-Joodse personeelsleden en in mijn werk als directeur. Ik maak natuurlijk ook fouten. Ik doe misschien ook wel eens dingen die niet populair zijn. Dan ben ik niet de Jood. Dan ben ik gewoon. En dat was ook de gewoonte. Dat was gebruikelijk. Men manifesteerde zich niet als Jood in het gewone dagelijks maatschappelijke leven. In de landen als in Amerika, daar heb je waar echt honderdduizenden Hasidische Joden wonen, die hebben daar. Die doen dat niet. Die ook in hun maatschappelijk leven manifesteren zij zich duidelijk als een Jood. Toch is dat niet onomstreden. Net zoals meer als wat wij doen, wat ik heb gedaan om les te geven zonder keppel, is ook niet onomstreden. Je kan er best wel argumenten tegen aanvoeren. Maar het principe waar het om gaat is dat je wilt voorkomen irritatie of negatieve gevoelens die mensen zouden kunnen hebben wanneer je daar als Jood in het gewone maatschappelijk leven manifesteert. En dus daarom, het feit dat koning David iets tegen de halakha heeft gedaan, en dit wordt ook als voorbeeld genoemd onze chachamim, betekent niet dat het juist was wat hij deed. En ergens een kameraad die zegt, iemand die zegt dat koning David een averes heeft begaan, die vergist zich. Maar dan zou de profeet Nathan zich ook hebben vergist. Want hij heeft de koning David juist met de parabel, heb ik gezegd, hebben gegeven die spiegel voorgehouden. Soms hou je mensen beter een spiegel voor, duidelijk een spiegel voor, dan het rechtstreeks te zeggen. Dat werkt veel krachtiger. Veel en veel sterker. Er is een geval geweest, niet in Nederland, in Amerika, op Geiden. Er was een jongen. En die jongen die had voor zijn verjaardag een prachtig horloge gekregen. Prachtig horloge. En in de pauze had het op zijn tafel laten liggen. Hij kwam terug en het was weg. En er waren enige die in de lokaal waren geweest, waren zijn klasgenoten. De rebbe, die wist niet wie dat gedaan natuurlijk, maar wat heeft hij gedaan? Die heeft alle jongens, heeft hij op een rij gezet en er waren een stuk of 25 jongens, moesten gaan staan langs de kant van het lokaal, langs één zijde van het lokaal, en hun ogen dicht doen. En de rebbe is langsgelopen en heeft al die jongens de broekzak gevoeld. En bij een van de jongens voelde die een bobbel en hij deed de hand erin en het was dat horloge. Maar hij ging al die jongens af. Want als hij bij die ene jongen was gestopt, dan had iedereen geweten misschien welke jongen het was. Ben dat afgetrokken, het aantal jongens dat hij niet had gehad en zo en dergelijke. Maar omdat iedereen zijn ogen dicht moest doen, wist niemand wie en hoe en wat.
Hij zat voor de klas. Toen heeft hij het horloge teruggegeven aan de eigenaar. En toen, jaren later, was hij op een Sinte. En er komt een man naar hem toe. En die man die komt naar deze rebbe en die zegt: weet u dat, mijn hele leven lang zal ik u dankbaar blijven. Dat u mij hebt bespaard, beschaamd. Ik was degene die hem had gestolen. Maar waarom hebt u toen niets tegen mij gezegd? Toen antwoordde de rebbe: ik wist niet dat jij het was. Toen ik het voelde, heb ik ook mijn ogen dicht gedaan. Bij iedereen. Ik wilde niet weten van wie. Toen zegt die man: ik zal u één ding zeggen. Als u mij toen om een kop had gegeven, en overstaan van iedereen dat ik het had gestolen, ik was er van mezelf, had ik besloten, dan ga ik van school weg en wil ik nooit meer iets met Torah te maken hebben. Een spiegel voorhouden, soms ook zonder woorden, door daden. Maar het kan ook met een parabel zijn. Maar rechtstreeks iemand kritiseren kan ook natuurlijk. In sommige gevallen is, ik wil niet zeggen dat het altijd fout is, maar je moet er heel erg voorzichtig mee zijn. Er is een Gemara, een beroemde Gemara, een Aragin, die stelt dat in die tijd van de Gemara konden mensen het al niet hebben als je ze openlijk bekritiseerde. Kan je nagaan hoe het vandaag de dag is. En zeker in een tijd waarin er een diepe haat is, ook tegen Israël en tegen Joden. Ik wil jullie dag niet verpesten. Maar als je werkelijk iets daar maar wil meekrijgen, dan zou je eens moeten kijken op Twitter of op X dat het tegenwoordig heet, over een demonstratie die geweest is gisteren in Golders Green, in een orthodox Joodse wijk in Londen, waarbij honderden moslims riepen om het bloed van de Joden. En dat de Joden wilden killen, en de vrouwen wilden verkrachten, en de dochter wilden verkrachten. Gisteren in Golders Green, hartje Golders Green, waar duizenden orthodoxe Joden wonen. En de politie die liep mee en die deed niets. Greep niet in, heeft helemaal niets gedaan. Dus dat we in deze tijd wat extra moeten uitkijken. Er was een interview ook met de Jotan. Die zei: nou, voor is tijd, hoog tijd om Engeland te verlaten. Zei hij. Misschien heeft hij wel gelijk, misschien gaat het wel voor heel Europa. Misschien is dat ook wel voor Nederland, ik weet het niet. Koning David, maar goed, dan gaan we terug naar de vraag. Koning David, die dus zo eigenlijk zich schuldig heeft gemaakt aan smerige zaakjes. Waarom is hij dan onze grote koning? Allereerst één misverstand. Ik zei vereren. Wij vereren geen koning. Wij vereren niemand. Ook Moshe Rabbein wordt niet vereerd. Moshe Rabbein is geboren op 7 Adar. En is overleden op 7 Adar. En er wordt geleerd, alleen grote tzaddikim overlijden op dezelfde dag dat ze geboren worden, qua datum. Heel op jaren later natuurlijk. Er is één sidra, sinds Moshe Rabbeinu in de Torah voorkomt, waar zijn naam niet wordt genoemd. Dus dat is sidra tetzave. En de sidra tetzave wordt altijd gelijnd op de Shabbat, voor of na 7 Adar. En waarom? Omdat bij alle andere stromingen en religies, of hoe je ze ook wil noemen, wordt de leider of de oprichter of de belangrijkste persoon altijd vereerd. En de naamdag of de verjaardag. Om te voorkomen dat wij Moshe zouden gaan vereren. Zelfs Moshe, onze grootste leider, onze grootste rem. Daarom wordt juist zijn naam in de sedre, die sedre verzwegen, die geluid wordt op zijn verjaardag. Zeven Aarde gaat ook heel ongemerkt voorbij. En eigenlijk vond zijn leven pas toen hij 3 maanden was. Waarom? Hij leefde al 3 maanden, maar toen kon zijn moeder hem niet meer verbergen. Toen is hij in dat beruchte mandje gelegd. Toen is hij ontdekt door de dochter van de parooi. Toen is hij gevoed. Na 3 maanden, de 7 Adar, 7 Sivan, de dag van Matan Torah, dat de Torah is gegeven. Dat is ook natuurlijk niet toevallig. Dus wij vereren koning David niet. Iemand die koning David vereert is op de verkeerde weg. Maar we zingen wel, David Melech, Israël, Chaye Kayom, altijd bestaan. We hebben wel niet alleen een bepaald respect voor hem, maar we constateren dat hij een soort een levenskracht
vertegenwoordigt en dat hij een reputatie vertegenwoordigt die nooit zal vergaan. Dus wat is hier dan aan de hand? We zeggen de psalmen, 150 psalmen. In de Gemara Baba Batra, in de eerste hoofdstuk, er staat dat inderdaad een stuk of 8 à 10 psalmen van die 150 zijn niet de koning David gemaakt. Dus de Moshe Rabbeinu, of de Adam, de eerste mens, of de Sechani, of verschillende anderen. Maar er zijn nog altijd 140 over. En er gaat geen dag voorbij met Sagarit, met Mincha, met Ma'arif, misschien wat minder, maar met Sagarit, Sagarit en Mincha, ook met allerlei gelegenheden, dat de psalmen zeggen, de Hinnim zeggen. Allemaal van koning David. We hebben het nog gehad vorige week, ook even over Wagner. Wagner, een componist die taboe was in Jodenvolk, dat hij zo'n antisemiet was. Nou, eigenlijk zou jij het werk willen lezen van een dichter of van een schrijver die zo verschrikkelijke dingen heeft gedaan? Nou, ik denk het niet. Maar we doen het wel van koning David. Het antwoord daarop is, hij is een van ons. Wat betekent een van ons? Als je kijkt naar hoe hij zichzelf nooit spaart. De enige die hij nooit spaart is zichzelf. Hoe hij zichzelf beschrijft. In alle psalmen ook. De meest laaghartige. De meest lage. De meest primitieve. Dierlijke. Ook qua normen van Torah. Verkeerde emoties, gevoelens en hartslag. Beschrijft hij hoe hij die heeft. Hij zit vol met eigenlijk gedachten, gevoelens en emoties die je niet wil hebben. En die je ook niet wil dat je kinderen die hebben. Maar die je ook in andere mensen niet zou willen hebben. En als je weet dat je ze hebt of andere hebben, dan wil je proberen het op het juiste pad te brengen. Koning David is daar open over. Hij is heilig. Hij alles wat verkeerd is, zit in hem. En hij komt ervoor uit. En hij zegt ook, ga daar tegen de profeet Nathan. Hij zei, als hij het heeft, dat jij bent die boer met die grote kudde, die rijke boer, die dat arme boertje, die dat één schaap heeft, dat schaap heeft vastgenomen. En dan zegt koning David, die moet worden gedood, die rijke boer. En daar bedoelt hij zichzelf mee. Eigenlijk verdien ik het om gedood te worden. En hij zei het ook, ik heb gezondig vakken, dus morgen. Hij weet dat. En dat is zijn grootheid geweest. Het complete niet aanwezig zijn van hypocrisie, schijnheiligheid, dubbelhartigheid. Ik heb vorige week verteld van dat meisje dat me eindelijk had gehoopt haar thuis te kunnen vinden. En dat die verklaring had moeten ondertekenen tegen Israël. Overigens, en dat is dan verder geen informatie, dat is dan, ik mag dit ook vertellen, ze weet van deze sessie. Ja, die bekijkt ze ook terug. Via andere kanalen, al jarenlang. Maar ze hoopt nu een echt thuis te hebben gevonden. Binnen een paar weken. En niet zo ver van waar ze zit, in Oost-België. Namelijk in een provincie waar ook een paar vertegenwoordigers die aanwezig zijn, Limburg. Daar heeft ze kennelijk, en dat is gedaan via ook, uiteindelijk via ons is dat gedaan. Maar het is niet een Joods gezin, want dat wil ze niet. Dat kan ze nog niet aan. Maar wel een gezin wat haar Jood zijn volledig accepteert. Dus ik heb daar ook een beetje deelgenoot gemaakt van wat wij hier in het Westen noemen de Limburgse mentaliteit. Maar verder wil ik daar niet op ingaan, want dadelijk krijg ik ruzie met een paar van die zachte geest sprekende mensen. Dus we hopen dat het verder dat het een positieve wending zal geven. Ze heeft vrijdag nog aan de telefoon gehangen en ze klonk eigenlijk voor het eerst sinds jaren verwachtingsvol. En de mensen waar ze komt, het heeft ook verteld van die Israëlverklaringen, die mensen, die staan vierkant achter Israël. Dat hoeft daar ook weer niet van haar. Maar ze staan broeken zijn, gelukkig vierkant Israël. Dat is even te zijn. Dus dat is toch een vervolg wat ik met jullie wilde delen, omdat jullie de vorige serie miskennen. Maar goed, we gaan even terug nu naar David en Bathsheba. Dus David is zo groot, dat alles wat wij niet hopen te hebben, en als we dat hebben, dan proberen we ermee om te gaan op een manier die geoorloofd is, had de koning David, hij kwam ervoor uit. Hij was zichzelf. De grootheid van een koning bevindt zich dat hij zichzelf is. Er is in de Sidra,
van gisteren naar Sol. Daar zijn, er staat geen letter voor niks in de Torah. Daar zijn twee woorden die een wereld van meegeven aan ons van instructie en van bewustzijn. Er staat namelijk dat als je een avera begaan, weet wat doe, dan het teshuwe, wie doe je, wie doe je, je moet dat erkennen en je moet weten dat als je het verkeerd hebt gedaan, dat betekent, iedereen doet dat wel eens, maar beken het voor jezelf, wakker morgen. Je hoeft het niet aan anderen te bekennen, dat hoeft niet. Want waarom zou je dat doen aan anderen? Dan maak je jezelf beschaamd misschien. En dat kan je relatie verpesten of wat dan ook. Als je iets verkeerds hebt gedaan, weet het voor jezelf en werk daar. Maar er staat er weer te doen, er staan er twee woordjes. En dat, die woordjes zijn Asher Asu, die ze hebben gedaan. Natuurlijk, ja, weer eens, die heb je gedaan. Anders hoef je daar niet het Shuwa tot één keer voor te komen. Maar waarom staat dat er nog bij? Dat is een prachtige verklaring van onze Chachamim. En daar is eigenlijk geen meningsverschil over. Als iemand dingen doet die al zijn handelingen, of die goed zijn of slecht zijn, ook goede dingen, komen niet zomaar uit de lucht vallen. Die heeft hij gedaan omdat daar een ostergrond bij zit. Als je praat met mensen uit de hulpverleners die te maken hebben met verslaafden. Mensen die of aan alcohol verslaafd waren, zijn, of drugs. En dat komt in Amsterdam echt meer voor dan je denkt. Ook in de Joodse gemeenschap. Vooral drugs. En vooral drugstoerisme. Of gokken. Op seks. Of allerlei andere soorten verslavingen. En een voorbeeld van iemand. Iemand is 20 jaar lang, heeft hij geen druppel alcohol meer aangeraakt. Maar de persoon bestaat echt. De persoon heeft 20 jaar lang, daarvoor was hij een alcoholist. Er was geen dag bijna of hij was echt, hij was dronken. Hij is naar een kliniek gegaan, ontwenningskliniek, hij heeft er even keihard voor gewerkt. En hij is nu 20 jaar, zoals het heet, sober. Of hij is vrij. Hij vertelde, in zijn alle eerlijkheid, hij zegt, ik ben een ander mens. Maar de mens die ik was, als ik die weer was, zou ik weer een alcoholist worden. Kijk, dat is eerlijk. En dan beschrijft hij de mens die hij was. En we hebben allemaal, we hebben wel eens gehoord van marxisme en Marx. En als we even een beetje verstand hebben en een beetje goed hart, maar ook vooral verstand, dan weten we dat 90% van wat Marx zei, is complete nonsens. Ik heb jullie dat voorbeeld genoemd. Marx was trouwens een enorme racist. De Marxisten beseffen dat helemaal niet, maar hij heeft verschrikkelijke racistische uitspraken gedaan over mensen met een andere huidskleur, die niet vergeleken met apen, met andere. Desgewenst wil ik ze allemaal jullie de bronnen noemen, dan kan je mensen om de oren slaan. Vooral Marxisten. Vinden ze niet leuk. Maar het staat er keihard. En hij was een antisemiet ook. Maar hij had niet altijd ongelijk. In één opzicht heeft Marx een spijker op zijn kop geslagen. En dat was dat een mens is ook het product van zijn omgeving. En als je als een donker jongen opgroeit in een achterstallige wijk ergens in Amerika of in Zuid-Amerika, waar gangs de dienst uitmaken en vechten om leven en dood, en waar drugshandel de manier is van levensonderhoud, dan is de kans veel groter dat je later in die drugscriminaliteit komt dan als je wordt geboren in een beschaafd, prettig, aangenaam, tolerant, rustig een dorpje in Limburg, Drenthe, Groningen of elke andere waterprovincie. In Buitenveld het niet, want daar word je als je meisje met een gauw een verwende prinses. Kijken we naar mijn dochters. Maar goed, in ieder geval, de hele achtergrond speelt natuurlijk een rol. Er is op een gegeven moment in de Torah sprake van een mekallel. Wat is dat? Iemand die de naam van God, die vervloekt God. De Torah beschrijft dat. Er is een man die God vervloekt. En wat gebeurt er met die man? De man wordt genoemd dat hij van de stam Dan is. Waarom wordt dat in hemelsnaam genoemd? Wat is de functie daarvan?
Dit is la sonara. Dat is kwaadsprekerij op de stamdam. En je mag niet kwaad spreken, tenzij het relevant is. Maar wat is de relevantie dat de stamdam wordt genoemd? Want de rest van de leden van de stam, die waren echt helemaal niet zo kwaadsprekerij. Zo, en die vloekte nooit. Maar deze vloekte wel. En niet alleen staat er dat er, maar alle mensen die hem hadden horen vloeken, de naam van God, moesten hun hand leggen op zijn hoofd. Een hand op zijn hoofd. En vervolgens, als het zoals ook met een offer gebeurde, en vervolgens moesten zij hem stenen. Het is een van de hele weinige keren dat de doodstraf wordt uitgesproken en ook uitgevoerd. En dat wel voor het vervloeken van de naam van God. En trouwens, en ook de doodstraf kent volgens de Torah. Nou, dan kan je de vraag dus stellen van, wat is de functie daarvan? Waarom de stam dan? Waarom de handen op de hoofd van die man? Antwoord is, als de Gemara zegt, de Gemara die zegt van, kinderen praten wat hun ouders zeggen. Er werd kennelijk, niet in de stam dan zelf, maar de stam dan wordt genoemd, dat iedereen die hem hoorde de naam van God vervloeken, wist dat hij, dat hij moet het thuis hebben gehoord ergens. Moet het ergens thuis hebben gehoord. Ik heb jullie verteld van die adjunct-directeur van de ROC-school, die ik heb ontmoet een paar weken geleden. En over het antisemitisme op zijn school. Ik heb jullie verteld hoe de directie en de adjunct Joodse ouders ontmoedigden om een kind naar die school te sturen. Want die worden weggepest. Wat hij me ook vertelde was, heb ik toen niet verteld, dat hij zegt op oude avonden, als hij dit aanhangig maakt, dan begrijp ik gelijk waar die kinderen van aan hebben. Die worden thuis opgevoed door ouders en broers met jodenhaat. Dat begint thuis. Niet allemaal. Een hele hoop niet. Maar bij degene die dat wel is, wel. De opvoeden staat niet in boekjes. Opvoeden begint bij het voorbeeld. En een van de belangrijkste woorden is, hoe praat je met elkaar? Wat voor taal gebruik je? Zelf als leerkracht heb ik die ervaring al een aantal keren opgedaan. Van leerlingen die grof in de mond waren, dan wist ik al gelijk als hun ouders kwamen, en ik was niet bevooroordeeld, want ik wist van tevoren al, dat zal wel de vader of moeder zijn van die. Want die waren ook niet altijd zo subtiel in de mond. Maar je hebt uitzonderingen, natuurlijk heb je uitzonderingen. Persoonlijk zit hier een uitzondering, want ik sprak als kind plat Rotterdams. Mijn ouders vonden dat helemaal niet leuk. Maar ja, mijn moeder kwam ook niet uit Rotterdam, maar vanuit Winterswijk, en daar spraken ze Achterhoeks dialect. En mijn vader was wel in Rotterdam, maar die vond het eigenlijk wel prima, maar liever toch niet. Dus het hoeft niet altijd op te gaan. Maar hier staat dus in de Torah, daar staat er van die man dat hij van de stam dan was. Dat we weten, de achtergrond telt wel degelijk mee. Opvoeding en achtergrond heeft een rol, heeft een speciale rol. Maar wat ook meetelt is, dat daarmee dus niet wordt vrijgepleit, maar wel begrip wordt gekweekt, om weer te begrijpen, waarom doet iemand dit? Er wordt door rechters altijd gekeken, goede rechters, kijken niet alleen naar de daad, maar ook naar de dader. Dat is iets Joods. Komt van ons. Vroeger werd dat nooit gedaan. Maar het komt uit de Gemara. Het komt ook uit onze rechtspraak. Wij kijken nooit alleen naar de daad. Als iemand steelt, wij kijken naar ook waarom. Wat is de achtergrond? Hoe komt hij ertoe? En ook bij de strafmaat wordt gekeken. Niet alleen wat je iemand aandoet in de straf, maar ook wat je zijn familie aandoet daarmee. Als iemand kostganger is, of als iemand nodig is voor de vrouw of kinderen, of voor de man of kinderen, wat dan ook, met alles wordt daar rekening mee gehouden. Er is een schitterende verklaring. En je zou het nooit zeggen. Wat ik nu met jullie ga delen. Dan kan je niet geloven dat dat van onze geleerden komt. Echt waar. Het gaat over Roet en Orpa. Even in McGillivray Roet. We hebben net met Jeffroes gelezen.
Naomi, die was getrouwd met Elimelech, die is overleden. Hun zoons, Machlon en Kilion, waren getrouwd. Ze zijn ook allebei overleden. En Naomi zat met twee schoondochters. Of eigenlijk twee vrouwen die getrouwd waren met haar zoons. De ene heette Ruth en de andere heette Orpa. En beide wilden ze met Naomi teruggaan. Nou, voor hem was het niet teruggaan. Naomi wilde teruggaan naar Eretz Israël. En Ruth en Orpa, die van de dochters waren ook, ze waren de zusters. De dochters van Eglon. Die waren van koninklijke bloeden. Van het koningshuis van Moab. Zij wilden allebei teruggaan. Niet teruggaan, voor hen niet teruggaan. Meegaan met Naomi. En Naomi heeft hen allebei geprobeerd te ontmoedigen. Heeft ontzettend hard gewerkt dat ze niet zouden meegaan. En Orpa, die heeft op een gegeven moment, zegt de bekende goed, die heeft afscheid genomen, heeft kuste Naomi, heeft haar hand gepakt. Was een heel emotioneel, hartstochtelijk afscheid. Want Orpa wilde dolgraag mee. Maar Naomi heeft haar kunnen overtuigen dat er voor haar geen leven was in Eretz Israël. En dat ze echt terug moest. En Ruth wilde ze ook ontmoedigen, maar die is dan toch meegegaan met alle gevolgen van dien. Ruth is de overgrootmoeder geworden van koning David. De grootmoeder van Jesaï, de overgrootmoeder van koning David en de stammoeder van de Moshiach. Maar Orpa, wat is daarmee gebeurd? Orpa is teruggegaan naar huis. En onze geleerden zeggen, ze heeft die nacht, heeft ze een relatie gehad, een intieme relatie met 100 man. Nou, in hoeverre dat kan en mogelijk is, daar ga ik nog niet op in. Maar dan zou je zeggen dat onze geleerden dat afkeuren. En nu komt de bijna verbijsterende uitspraak, verklaring, die onze Gagomim brengen. Ze keuren het niet af. Wat wordt er gezegd van Orpa? Orpa was zo heilig. Eigenlijk had Naomi haar niet ontmoedigd. Maar omdat Naomi zo overtuigend heilig ontmoedigd, was Orpa zo woest en zo, ze miste zo verschrikkelijk de heiligheid. En er is niets heilig en niets intiemer dan de heiligheid naar het woord. En er is niets scheppender, dus in zekere zin ook qua seksualiteit, dan de verbinding en connectie met de Kodemorgo. Want het schept mens zo. En dat heeft Orpa geprobeerd te compenseren met relatie, of er 100 man waren, of dat dat een overdreven is, weet ik niet. Dat is ook nou niet relevant om daarover te hebben. Maar in ieder geval, onze geleerden hebben begrip proberen te tonen voor Orpa. Zo gemakkelijk en zo goedkoop en zo voor de hand liggen om het af te keuren. Kijk eens, Orpa is weggegaan. Kijk eens wat voor leven is gaan leiden. En een van de mannen met wie ze intiem was die nacht, was, wordt geleerd, wat een van de grote helden van het Joodse volk. Simson. Vandaar dat altijd op de Sabbat na Shavuot wordt achteraan geleden gisteren over Simson. De geboorte van Simson. Ja. En Simson heeft gewekt bij Orpa een hele beroemde persoon, Goliath. En 3 generaties later heeft Goliath de strijd aangebonden met koning David. Maar zelfs Goliath had een vonk in zich. Goliath had een vonk van heiligheid in zich. Met name de heiligheid van het menselijk leven. Want de Joden waren aan het vechten met de Filistijnen, met de Filistijnen, waren aan het vechten. Er waren oorlogen. En wat zei Goliath, we moeten niet vergeten, het initiatief kwam niet van de Joden, het kwam van Goliath. Die zei, waarom zoveel mensenlevens offeren? Laten we ieder 1 persoon uitkiezen, jullie en wij. Die vechten met elkaar. En de winnaar, het volk, dat volk zal winnen. En dan hoeven we geen oorlog, sparen we heel veel mensenlevens. Kan je je voorstellen? Dan kan je even voorstellen dat het dat een hapje bent. Als we met Hamas morgen zeggen, laten we een bokser of een worstel, laten we jullie nemen van ons. Zij vechten het uit. En degene die dan wint. En daar zullen we dan een deal over maken. Waarom zouden we allemaal mensenlevens riskeren? Dat is ondenkbaar natuurlijk. Want zij hebben een cultuur van de dood.
Want ik heb straks reclame gemaakt voor een filmpje. Nou, eigenlijk niet reclame, maar gewezen op een filmpje. Wat gisteren in Londen opgenomen wordt gezien. En daar hoor je ook, een van die moslims, die schreeuwt ook, dat voor ons begint het leven na de dood. De dood is voor ons het leven. Ik zou bijna zeggen, voor de boeren geven wat ze willen. Goed. Ja. Maar hier, Goliath heeft dus duidelijk die vorm van heiligheid van Simpson ook. Goliath was niet de slechte. De manifestatie van het leven heel erg slecht. Hij was ook niet de god. Maar het feit dat hij wist, hij besefte, elk mensenleven is heilig. Laat dat mensenleven sparen. En toen wordt hij vanuit Duitsland geweten, hij is verloren. Hij is gedood daarbij. Maar hij heeft daarmee wel heel veel mensenlevens gespaard. En Orpa, hij is gewekt door Simpson bij Orpa. Die woest was dat ze was afgewezen. Die woest was dat ze zich had laten afwijzen. Die eigenlijk woest was op zichzelf. Ze was weggegaan. Ze had zich laten overtuigen. En daar had ze veel spijt van. Met andere woorden, een daad die je zou zeggen, nou is echt niet zo best en echt niet zo mooi. Hè? Relatie met 100 man. Nou, dat je een afweest, het is zo gemakkelijk om te zeggen, kijk eens wat het in mijn hele leven is gaan leiden. Nee. Want ze gaan niet, gaan er anders mee om. Ze bekijken niet alleen daad. Ze kijken tussen aanhalingstekens daad en naar mens terecht. En Orpa wordt absoluut ook niet veroordeeld. Misschien dat een andere keus, dat ze sterker moeten zijn, kan. Maar zet er eens naast David. Had David iets sterker moeten zijn, naar Bathsheba, Uria nog geleefd. Aan de andere kant, David heeft zijn gevoelens geuit op een eerlijke, integere manier. Zo ben ik, dit is in mij en ik werk eraan en ik doe er wat mee. En Orpa heeft haar gevoelens geuit. Ja, heeft haar gevoelens van woede, van spijt, op een andere manier. Dat is de reden dat wij koning David hoogachten. Zijn eerlijkheid, integriteit. En een van ons. Zoals hij omging met de dingen die misschien in ons hopelijk niet leven, ook kunnen gaan leven. En dat is eigenlijk de essentie ook van wat wij hebben nu geleerd over David en Bathsheba. Ik wens jullie een buitengewoon simpele, gezonde, vrolijke, fijne week toe. Paul, weer hartstikke bedankt voor de... Jij ja, ook bedankt. En, oh ja, volgende week ben je er nog. Ja, ja. In Jetra zei volgende week is een kleine, hele kleine kans. Maar dat zeg ik wel. Maar ik stel ik dat jij niet geen ziel. Een hele kleine kans, dat ik misschien een keer moet afzeggen. Ik zeg de kans is klein, maar dat hoor je dan binnen 2 dagen. Hoor je dat? Oké, maar voor ik het zie, zou het dan kunnen doorgaan hoor. Maar je weet het nooit. Oké, hartstikke bedankt. Jullie allemaal. Bedankt. Dank u wel. Ben niet klaar. Je voert af. Dank u. Oké.